Het robotvoetbalteam van de TU Eindhoven heeft zaterdagavond in Mexico City de wereldtitel robotvoetbal in wacht gesleept op de RoboCup 2012. Maandagmiddag keerde het team weer terug in Nederland en maandagavond werden zij gehuldigd op het bordes van het stadhuis in Eindhoven. Na 4 verloren WK-finales op rij neemt het Eindhovense team nu eindelijk de wereldbeker mee naar Nederland. En dat moet gevierd worden. Wat deze jongens in Mexico hebben laten zien is natuurlijk een uitstekend staaltje van techniekpromotie. En Eindhoven promotie. Nou, daar zijn we volgens mij met z'n allen hartstikke trots op en heel dankbaar voor. Ja, het is echt geweldig dit. Dat we hier zo'n groep mensen ontvangen worden. We hebben er ook zoveel jaar naartoe gewerkt. Dus voor ons is het natuurlijk echt heel gaaf. Maar hoe was de ontlading zaterdag? Iedereen was natuurlijk door het dolle heen. Het is nog steeds zoals je hoort. We hebben 4 finales net verloren. Afgelopen 2 jaar hebben we zelfs met 1 goal verschil verloren in de finale telkens. Dus dat het dan nu eindelijk lukt, dat is heel mooi.